Yo, Nintendo fans! Dat is toevallig. Jij hier? Dat komt goed uit, want ik ben ook hier. Met een gloednieuwe Miitopia-video natuurlijk weer. En we moeten naar het uitroepteken, want we moeten eens even kijken wie we vandaag kunnen gaan helpen. Wij kunnen deze mevrouw gaan helpen. De dromerige kat, Boebelgoompie. What up, Boebelgoompie? Als jij Miitopia nog steeds vet vindt, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo-video's. En Boebelgoompie, die zegt, poeh, ojeki, heb je even voor mij? Tuurlijk, Frans. Ik heb wel even voor jou. Max! Hey, Max, dat is de editor van deze video. Mag ik even een shout-out naar Max? Kleine jongen, Max was ondeugend. Hij heeft mijn video niet op tijd geëdit. Oh nee, hij kwam zomaar thuis met een heel eng juweel. Max, dude, heb jij gewoon een juweeltje die we nodig hebben? Hij moet geschrokken zijn, want hij is niet meer teruggekomen. En nu maak ik me zorgen. Wil je me helpen om mijn editor terug te vinden? Tuurlijk, we gaan Max zoeken. Let's go. Kom je ook mee? Eens even kijken. We moeten naar Curiosa. Dat klinkt echt als een Harry Potter spreuk of zo. Wingardium Curiosa. Wacht. Eerst even gouden bonkjes pakken. Aanvallen. Oh, we worden zelf aangevallen. Let's go. Lekker Goigi. Lekker Woologi. Lekker Rikachugi. Give me that money. 1500 monies. Weet je, dat kostte ook echt maar 2 seconden. Dus dat is helemaal prima. Maar waar? Volgens mij moest ik nu naar deze portal, hè? Ja, zie je wel. Daar moeten we naartoe. Dit is het huiverpad. Laten we met z'n allen gaan huiveren hier voor deze enge wezenkies op dit padski. Wow. Oh, die zijn wel vet. Die hamerspoken zijn wel cool. Ja, die vind ik vet. Oh, Luigi die wilde er eentje in één keer uitschakelen. Oh, wacht even. Wacht even, jongen. Wacht. Wat ben je nou aan het janken? Ze slaan echt keihard. Ik ben ook aan het janken. Hou op. Maar ik heb een herstellende melodie. Daarmee ben ik beter geworden. Nee, daarmee is Wooloo beter geworden. Ik niet. Dat is dan... Oh, ik ook, denk ik. Toch of niet? Ja, wij allebei. Duurt wel een beetje lang allemaal. Lekker snuiven, Googie. Die hamertjappies die zijn wel nice, hoor. Kijk hoe sterk die zijn. Hou eens even op, joh. Ik dacht dat ik ze cool vond, maar ik vind ze helemaal niet cool. En ik ben geen fan van automatisch gevecht eigenlijk meer. Ik ga het uitzetten. Ik wil gewoon zelf weer vechten. Let's go. Pak ze! Lekker Wooloo! Pak hem in zijn hypermodus! Kijk. Hoppa! Ik vind de muziek in Miitopia, ja, die is echt on fleek. De muziek on fleek, jongens. Het is zo derpy dat het leuk is. Oh, nu had ik Mario moeten hebben, jongen. Of Red voor deze persikslijmpjes. Dan hadden we ze allemaal in één keer kunnen nakken. Oh, oké. Okay. Luigi kan ze ook in één keer nakken, want Luigi zit op paardje Epona. En dat is super chill. Hatsuki day, dan zit hij weer Wooloo te mappen, hè? Hou eens op met mijn Wooloo mappen, jongen. Wooloo map je gewoon terug. Je geeft gewoon even een vuur op je bakjes en dan is het klaar, jongen. Hey, kissy! 3 game tickets, dat is nice. Die gaan we zo even gebruiken. Even kijken of we weer een nieuw wapentje kunnen scoren vandaag. Dat zou wel lekker zijn. Terwijl Gogi lekker aan het zingen is en Shadow zich afvraagt van wie dat liedje is. We hebben net een liedje van Frans gezongen, jongen. Frans is de koning van deze video. Shoutout naar Max en shoutout naar Frans. Luigi die vraagt zich af waarom die bevriend is met Shadow. Nou, dat gaat ook weer lekker, hè? Godverdorie. Hé, hey, ik heb post van Roald. Hé, hey, 3 uitjes, bonnen. Oh nee, en er is weer iemand ziek. Ja hoor, het is Shadow die ziek is. Dat betekent dat we straks ons teampie weer gaan wisselen. En Steve probeert even een nieuw stijltje uit. Ik moet zeggen, dit staat Steve goed, jongen. Ik zie een nieuw Minecraft-character geboren worden hier zo. Ja, dit is top, Steve. Ziet er top uit. Oké, we gaan even roulette spelen. En dan hopen dat we het superkostuum kunnen fixen. Waarschijnlijk wordt het een HP-banaantje. Ik wil geen HP-banaantje. Bananen meer, want daar heb ik al 793 van. Gun even wapentje, een superkostuumpie. Gun die shit, man. Kom op, gun me gewoon even in het geel. Ik ben toch Rikachu, ik moet toch in het geel. Ja, lekker, we hebben het superkostuumpie. En die is voor Zukkertje. En die gaat er lekker op vooruit, dus dit is helemaal toppie. Lekker hoor, Zukker. Alsjeblieft. En aangezien Shadow nu ziek is, laten we dan ook Team Zukker gewoon meenemen. Dat is met Zelda en met Toad. Let's go, Zukkertje. Laat me even zien wat je kan in je nieuwe superpak.
Wat? Er zit iets in mijn zak. Een HP-banaan. En er zit een brief bij. Red had die even in mijn zak gestopt. Nou, bedankt voor je HP-banaan. Ik weet niet hoeveel HP-bananen we straks nodig gaan hebben in het eindgevecht. Maar ik heb zo'n gevoel dat we wel goed zitten. Oké, we moeten nu kijken waar we naartoe gaan. Gaan we naar boven naar een schat of naar beneden naar een schat? We gaan naar boven naar een schat. Er staat trouwens wel een vraagteken bij. Dus of het een echte schat is, dat weten we niet. Er zijn wel weer echte hamermannen hier zo. Pak ze Toad. Oh, huh? Wat doet Toad? Waarom deed je niks? Toad deed een beetje stoer, maar hij doet gewoon niks. Nou, nu krijgt hij klappen. Het is tijd voor hypermodus. En ik ga ook even een schildje inzetten bij Zelda en bij Zucker. Die worden even beschermd, dus die kunnen dan denk ik nu niet geraakt worden of zo. Let's go! We gaan ze pakken, jongen. Nice! Eponatje erbij bij Zelda. Die gaat even lekker snuiven. Oh, die ging even wel heerlijk snuifje doen. Goed gedaan, Zelda. Oké, maar waar is die schat dan? Dit is helemaal geen schat! Ja, maar ik wil die schat gewoon hebben. Nu gaan we even naar beneden. Oh, weet je als die ook geen schat is, hè? Kijk, hier is wel een schat. Lekker! 1700 monies. Ja, daar ga ik graag toch even voor terug. We hoeven geen eens te vechten tegen vijanden. Super chill. Tijd voor de quizmaster. Meneertje ook. Schattenschuiver gaan we blijkbaar spelen. Wat is nou een schattenschuiver? In welke kist zit de schat? We hebben maar één kans. Oké, hij zit in 2. Die staat nu op 4. Op 1. Nog op 1. Op 3. Op 3. Op 3. Op 4. Op 4. Op 1. Op 2. Op 3. Op 2. Op 2. Op 4. Nog steeds op 4. Nog steeds op 4. Volgens mij moet dit hem zijn. Ja, lekker! Hier zijn we goed in, jongen. Maar dit moet je nooit in Barcelona doen, jongen. Want daar was je echt keihard belazerd. We hebben heerlijk gewonnen. 3 game tickets weer. Lekker! Oké, nu even kijken wat er gebeurt als we hier doorheen gaan. Oké dan! We komen in een of andere ondergrondse toren of zo. Ondergrondse toren. Ja, het kan in Lord of the Rings, maar het klinkt heel erg onlogisch. Een ondergrondse toren. Meestal zijn torens wel boven de grond, volgens mij. We vinden hier in ieder geval nog een game ticketje. Oh, en Zucker is weggevallen. Oh nee, we moeten het zonder Zucker doen. Dat kunnen wij. Oh, maar deze duiveltjes die maken me in één keer kapot. Deze duiveltjes zijn een probleem. Ik ga iedereen beschermen. Want als we één keer geraakt worden door deze guys, dan zijn we gewoon dood, jongen. Dus dat moeten we niet hebben. Kijk, dit bedoel ik dus. Ja, ze hebben Toad doodgemaakt. Potverdorie. Pak hem aan. Freaking duivel. Wegwezen. Ja, hadden ze even snel het schildje van Toad genakt. En hem daarna gewoon in één keer kapot gemaakt, jongen. Als je tegen 4 van zulke beesten moet, dan wordt het nogal lastig. Hier hebben we een grote kist. Wat zit hierin? Een vee-outfit. En die is voor Zelda. Ja, lekker. Die gaat het effect dragen 10 puntjes af weer omhoog. Dat was ook wel weer chill, hoor. Ja, die kistjes die moeten we toch altijd wel pakken. Dat helpt wel veel. Ik heb het gevoel dat dit best wel een dolf is. En dat het gewoon even best wel lang duurt voordat we dit nieuwe juweeltje gaan vinden. Want we hebben natuurlijk 4 juwelen nodig om de poort te openen naar de Duister Dirt Forest. We hebben in de vorige aflevering 2 gevonden. En nu zijn we dus op zoek naar de laatste 2. Het duurt nog wel even voordat we deze hebben gevonden, volgens mij. Deze gasten die hebben een behoorlijk dik panzertje. Zelda die maakt ons verliefd. En ik weet nog steeds niet wat er gebeurt als dat lukt. Nou ja, Zucker die weet wel wat er gebeurt als hij dat doet. Man. Die gaf even een tikkie, jongen. Lekker. De volgende battle tegen reptielen en een loopneus. Ik vind die loopneus wel goed gevonden. Die rent gewoon letterlijk weg. Die is echt grappig. Hey, en we hebben ondertussen al 1500 mensen weer gered. Meer HP-strooisel. Al 500 HP-strooisel. 220 MP-strooisel. En we herstellen sneller in de schuilplek. 1500! Jemig. Ik vind dat best veel. Hoeveel mensen hebben jullie ondertussen al gered? Laat het weten in de comments. Shadow, die is weer beter. En Shadow's relatie met Wooloo gaat gelijk naar level 14. En ook Luigi wordt betere vrienden met het paard. En ik ga mezelf eens even een nieuwe outfit geven. Een klavertje 4 outfit. Hoi, mijn naam is Rikachu, de superbloem die altijd geluk brengt. Doe je duimpje omhoog. Ik wil weten of het werkt. Ik wil weten of mijn geluk werkt. Misschien dat we 1000 duimpjes omhoog kunnen halen. Dan kunnen we zien of mijn geluk werkt. Oké, maar komen we nu bij de diamant ergens uit? Of waar? Ja, volgens mij... Ja. Dit is de goede weg. This is the way. En wie is hier? Max! Ben je hier? Ik ben het, je lieve mama. Kom snel naar huis. Oh, hij is hier niet. En Bubblegum zegt... Ah! Oh, nee. Oh, jee. Het gezicht van Bubblegum is weg. En is het dan Max? Nee, dit is Bubblegum Woof. Wat? Een slapende hond met een snottenbel uit zijn neus? Wie verzint deze enemies dan? Ik heb mezelf even beschermd. Ik heb hypermode gedaan op Toad en mezelf. En we gaan proberen om deze maximale hond te verslaan. Oh, die hield zichzelf gewoon. En ondertussen geeft hij tikjes met zijn snottenbel. Heel nice. Let's go, Zucker. Plamp hem.
Maak hem kapot. Kom op, Toad. Maak hem kapot. We helpen je. Babalabam. Kom mij ook helpen. Niemand helpt mij, maar het maakt niet uit. Ja, het is wel grappig, deze hond. Big ass snottenbelhond. Bap, bap. En alleen Toad is trouwens nog beschermd. En Bubblegum Woof, die is... Ja, die gaat bijna kapot, jongen. Die is bijna gesloopt, jongen. Hij probeert ondertussen iedereen te nakken met zijn... Met zijn snottenbel. Oh, man. Wie heeft deze vijanden verzonnen, jongen? Serieus. Ik weet niet wie deze heeft ontworpen, maar... Oh, hij rent weg. Hij rent weg. We hebben zijn snottenbel kapot gemaakt. Super snottenbel hond. En Bubblegum zegt dankjewel, miauw. Miauw, ben je een kat? Het was de kat tegen de hond. Maar luister, waar is Max? En waar is mijn juweel gebleven? Hier is in ieder geval het hoofdje van Bubblegum. Die is weer terug. Maar we hebben Max nog niet gevonden. Of is Max de hond? Oh, ik dacht dat het je kind was. Maar het is je hond. Ik wist niet dat mijn hond kon editen. Maar we hebben hier het derde amuletje. Het derde juweeltje. Lekker, het rechter oogjuweel hebben we te pakken. En zo hebben we deze quest ook weer gefixt. Dit was wel een van de leukste eindbazen tot nu toe, denk ik. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En volg me ook even op Instagram. Ik ben aan het sporten. Deze zomervakantie staat voor mij in het teken van fit worden. Als je dat wil zien, drop een follow op Instagram. Instagram. @RikachuTube. Hele gare nickname, maar alles was al bezet. Anyway, tot de volgende video. Abonneer, like en mazzel!